Tot je 25ste zit je, dan gaat het wel oké okay met je frontriem. Maar op een gegeven moment gaat hij gewoon niet meer weg. Vreselijk niet. Nee, het is een drama. Het is een drama. Wanneer moet je nou beginnen met botox? Niet iedereen hoeft aan de botox. Het is natuurlijk een luxe middel. En wanneer moet je eraan beginnen, zijn twee scholen. De een zegt je moet het preventief doen, dat is een beetje Amerikaans. Hè. Dan zie je dus al de jong twintigers al beginnen met botulinumtoxine in de frontspieren. En de ander zegt van als ik me eraan stoor of als het echt zichtbaar gaat worden. Voor allebei is wel wat te zeggen, maar het hangt gewoon helemaal van je persoonlijkheid af. Wanneer je wil beginnen. Kun je het wegsmeren? Nee, want als je kijkt naar de oorzaak van frontrimpels, dan is dat puur spierwerking, dus de mimiek. En de een heeft het nou eenmaal wat sterker dan de ander. Ja. En crèmes helpen daar niet tegen, want het gaat om de spieren, niet om de huid. Meestal is het zo rond 25, hè? Wat ik net zei, dat het collageen een beetje af begint te nemen en dan dat je de eerste lijnen ziet. Is er bij mannen een verschil of bij vrouwen? Ja, zeker. Het zijn globale weetjes. Maar gemiddeld genomen heeft een man een sterkere spierspanning, ook in de frontspier. Het hangt ook heel erg af van je genen. Ja. Je hebt wel eens kinderen die lopen al met een frons rond. En dat is aangeboren. Ja. En dat is niet iets wat afwijkend is. Het is gewoon zo. Maar mannen hebben ook een sterkere huid. Die hebben dan wat dikkere huid met name. Dus dan, ook al hebben ze een sterkere frontspier, dan heb je ook kans dat je hem later ziet, toch? Het is ook meer van per persoon verschillend. Het is absoluut verschillend van de persoon die je tegenover je hebt zitten. Maar soms is het ook, wat vindt men ervan? Hè? Kijk, niet iedereen hoeft een glad voorhoofd te hebben. En sommige mannen vinden het helemaal niet erg om een beetje een frons te hebben. Ik merk dat steeds meer mensen zich er toch een beetje aan beginnen te mannen, voornamelijk, er beginnen te storen. Ja. En die zeggen, ik wil ook niet meer boos kijken. Nou, dat zie je vaak in het zakenleven. Ja. Dus dat ze komen en zeggen van als ik met iemand een gesprek heb, dan denken ze dat ik altijd met boos ben of dat ik het niet naar mijn zin heb. En dat is dan ook een reden om te behandelen. En dat is dan de reden dat ze ook bij mij komen dan. Bij jou? Ja, of bij een ander. Ja, nee, oké, okay, ja, ja. Hey, maar en vrouwen, die hebben vaak toch dat ze zeggen van ik wil er minder vermoeid uitzien of minder chagrijnig. Ja, want de vraag bij de vrouw is vaak van ik wil er wat frisser uitzien en niet zorgelijk. Oh ja, dat is een. Dat is een beetje een verschil ook in de vraagstelling die ik dan hoor. En wat je met botulinumtoxine ook heel goed kan doen is de wenkbrauwstand een tikkeltje hoger zetten. En daardoor heb je een wat frissere uitstraling. En daar komen vrouwen ook vaak voor. Ik heb het nog nooit gedaan, hè? Nou, ik wel, maar zeg maar. Stel, ik heb een beginnende frontrimpel en ik kom bij jou. Is het dan, en ik laat er botox inspuiten, is het dan gelijk weg? Nee. Botulinumtoxine heeft een inwerktijd van een paar dagen met een maximum van 10, 12 dagen. Dus het heeft wel eventjes nodig. Dus na de behandeling zie je een paar kleine rode plekjes. Soms een beetje een bubbeltje van het inspuitplekje. Maar meestal kan je gewoon naar het kantoor toe zonder dat iemand door heeft dat het wat gedaan is. Pas de tweede dag, dan merk je ineens dat je wat minder die spier kan aanspannen. Ja. En dat proces dat gaat geleidelijk aan verder tot je ongeveer na een dag of 10 het maximum effect hebt. En nou, is het nou zo dat als je de botox in hebt gedaan en dus na die paar dagen, dat die hele frontrimpel niet meer zichtbaar is? Als je er vroeg genoeg bij bent. Dat is het. Kijk, als je echt in de huid gesleten lijntjes hebt, dan krijg je wel weg. Maar dan heb je een filler nodig. Dan heb je vaak een filler nodig. Maar wat ook wel eens werkt, is dat je de tijd geeft. Want de huid kan zich herstellen. En als je de botox indoet en de spieren worden inactief of heel weinig actief, dan heeft de huid nog wel een aantal maanden nodig in rust voordat het zeg maar de diepgelegen lijnen herstelt. Wanneer moet je terug? Hangt en ook weer per persoon af. Maar gemiddeld genomen 3 keer per jaar. In het eerste jaar, daarna 2 keer per jaar, hè? 2 keer om de 5 maanden of 5 keer per 2 jaar, zoiets. Hangt ook een beetje vanaf hoe je er zelf in staat. En sommige mensen willen strak, dan moet je om de 3 maanden terug.
Is het nou wel of niet preventief? Ik ben toch wel van het type dat ik zeg van nou, pas beginnen als je er echt last van gaat krijgen. Bij mij hoeft geen 22-jarige aan te kloppen als daar nog niks te zien is. Ik ben het met je eens. Nee, maar dat is ook zo. Dat is helemaal niet nodig. Jongens, pas komen als de fronsrimpel zich begint te tonen. Super bedankt voor het kijken en wil je op de hoogte blijven van al mijn video's? Abonneer je dan op mijn kanaal. En je kunt me ook vinden op Facebook, Twitter en Instagram. En natuurlijk mijn blog furl.nl. Dankjewel voor het kijken. Doei!